Holy moly, jongens. Het gaat beginnen. Ik ga gewoon zo meteen speechen in de Tweede Kamer. Maar het gaat goed komen. We gaan dit rocken. Wish me luck. We zien wereldwijd wat er kan gebeuren met het recht op abortus als het niet goed is geregeld en conservatieve politieke krachten hun kans grijpen. Ook in Nederland is de regelgeving kwetsbaar, doordat die conservatieve lobby steeds groter en machtiger wordt. Ja, wij vinden elke abortus een tragedie en iets wat eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Het staat hier nog steeds ook in het wetboek van strafrecht. Dat betekent dat het eigenlijk nog wordt gezien als een misdaad, als een strafbaar feit. Kijk, stel dat je een meerderheid krijgt voor... Ja, laten we het even zeggen, het verbieden van abortus. Die kunnen dan gewoon bijvoorbeeld die wet afbreking zwangerschap, kunnen ze die gewoon compleet afschaffen. En dat betekent dat een abortus of het helpen bij een abortus altijd strafbaar is. Wat je wel het meest ziet is dat de pro-life beweging of de anti-abortusbeweging in de VS heel erg is veranderd de afgelopen 20, 30 jaar. En dat de productieve veranderingen, laat ik ze zo noemen, voor hen dan, dat die ook zijn doorgevoerd in Nederland en Europa. En toen zijn ze helemaal op een andere manier campagne gaan voeren. En dat is namelijk eigenlijk meer op een soort van verdekte manier, bijna met desinformatie. Gebruik van drugs 5 keer hoger dan abortus verhoogt risico op psychische gezondheidsklachten vanaf 81% en dood. Holy shit. En dat is allemaal uit onderzoek van Elliott Institute. Nou, dan klik je daarop. Oeps, that page has not been found. Bijvoorbeeld paracetamol heeft veel groter risico voor de gezondheid dan de abortuspil. En die kan je overal in de drogist kopen. Ja. Abortus hoort niet in het wetboek van strafrecht. Het hoort tussen, of eigenlijk in de reguliere zorg, dus in het ziekenhuis, dat het wordt gezien als een reguliere medische behandeling. Duidelijke taal dus, en daarom hebben wij onze handen ineen geslagen en zijn we een burgerinitiatief gestart. Abortus is geen misdaad. Daarom ben ik ook zo blij dat jullie het ook oppakken, dat we ook samen kunnen optrekken, want ik doe het werk vanuit de Kamer, maar ik kan ook echt heel veel steun vanuit de samenleving, van jongeren, van ouderen, echt van alle mensen goed gebruiken. En we hebben 40.000 handtekeningen nodig om dit burgerinitiatief in te dienen in de Tweede Kamer. Ja, en dat is super belangrijk, want als het lukt, dit burgerinitiatief, dan moet de politiek er iets mee doen. Dan moet het op de agenda zetten en dan kunnen ze het niet langer negeren. Kijk wat ik nu bij me heb. Ja, dat zijn ze. 93.689 handtekeningen. Ah joh, dit is zo fantastisch. Het is echt heel erg indrukwekkend. Ik ben al best wel lang Kamerlid en zoveel handtekeningen onder een actie heb ik nog niet meegemaakt. We zijn nu ongeveer 6 maanden verder en ik mag zo meteen gaan speechen in de Tweede Kamer om het debat te openen over ons burgerinitiatief. Heel vet, maar ook heel spannend. Maar gelukkig hebben we alvast 1 partner in crime in de Kamer. Hallo. Niet meer zo. Vorige week wel, ja. Maar nu heb ik er vooral gewoon echt zin in. Ja, echt tof, joh. Ja. Had je verwacht dat we elkaar zo snel weer zouden zien? Natuurlijk. Ik had alle vertrouwen in dat het echt zou gaan lukken. Ja, ik vind het echt fantastisch. Hele bijzondere dag. Ik mag zo met mijn speech het debat gaan openen. Wat kan ik een beetje verwachten van het debat? Nou, het is echt bijzonder, een burgerinitiatief. Ik heb het zelf nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb het nog nooit eerder meegedaan. Dus het is echt wel iets bijzonders. Jij gaat dus beginnen met je verhaal en daarna krijg je de Tweede Kamerleden. Die gaan allemaal ook hun inbreng doen. Dus dan krijg je een discussie tussen Kamerleden. We hebben al in kranten kunnen lezen dat er ook tegenstanders zijn. Ja. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Laat ze maar komen. Wij kunnen ook vragen stellen aan de bewindspersonen, de 2 ministers. En die zijn dan daarna aan het woord. En dan kunnen we tenslotte nog een motie indienen. Oké, dus het wordt echt nog wel een lange middag. Ja, zeker, zeker. Ja, dat gaat echt wel een paar uur duren dit. Ja, en gaat het er heel heftig aan toe in zo'n debat? Nou, het is een onderwerp waar heel veel emoties bij komen kijken. Mensen hebben ook hele sterke overtuigingen. Ja. En ja, die moet je ook respecteren, vind ik. Ik heb zelf ook een sterke overtuiging hierover. Ja. Dus het zijn wel debatten die...
ja, die wel spannend zijn in die zin. Ja, en jullie gaan met GroenLinks ook een motie indienen. Ja. Wat staat er in die motie? Nou, eigenlijk het belangrijkste is dat we zeggen, je kan een motie indienen en dan iets vragen aan het kabinet. Maar je kan ook een motie indienen waarin je iets uitspreekt, waarvan je iets belangrijk vindt als Tweede Kamer. En dat ga ik doen. Dus ik ga wat we dan noemen spreekt uit motie doen. En ik spreek uit dat ik vind dat abortus geen misdaad is. Dus ik wil gewoon dat ieder Kamerlid zich uitspreekt over dit hele belangrijke onderwerp. Namelijk dat abortus geen misdaad is en dus niet in het wetboek van strafrecht hoort. Ja, dus door die motie moeten eigenlijk alle andere partijen kleur bekennen. Ja, zo is het. Oké, supergoed. Heb je nog laatste tips voor mij, voor het spreken? Ja, nou kijk, wat ik denk dat heel belangrijk is, je moet niet vergeten, je staat daar in je eentje en dat is best wel spannend. En je ziet ook allemaal tegenstanders, maar jij staat daar namens bijna 100.000 mensen. En dat gevoel moet je hebben, je moet je bijna inbeelden dat die, nou ja, meer dan 93.000 mensen achter je staan. Ja. En met z'n allen spreek je eigenlijk het parlement toe. Dus denk daar vooral aan. Dat vind ik echt een hele goeie. Ik had echt zo'n zenuwachtige kriebel, maar toen je dat zei, viel het weg. Ja. Inderdaad, we zijn met z'n allen hier. Ja, ja, met een massale oproep eigenlijk om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Ja, heel erg bedankt. Succes. Heel veel succes zo meteen. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik ook. We gaan dit rocken. Zeker, zeker. Holy moly, jongens. Het gaat beginnen. Ik ga gewoon zo meteen speechen in de Tweede Kamer. Ik ben wel echt zenuwachtig, want iedereen blijft ook benadrukken hoe bijzonder dit is. Wat voor historisch moment. Wat een eer dat ik hier mag staan. Ja. Maar het gaat goed komen. We gaan dit rocken. Wish me luck. Voorzitter, leden van de Tweede Kamer. Wat veel mensen niet weten is dat in ons land abortus nog altijd in het wetboek van strafrecht staat. Onze oproep is helder. Haal abortus uit het wetboek van strafrecht en schrap artikel 296, want abortus is geen misdaad. Voor onze docuserie Abortus is geen misdaad heb ik verschillende artsen gesproken die in hun dagelijks leven niet aan buitenstaanders vertellen dat zij abortusarts zijn. Die uit angst voor bedreiging niet in beeld wilden. Dat vind ik heel pijnlijk. Ook vertelden vrouwen die voor een abortus hebben gekozen dat zij er in hun persoonlijke omgeving niet openlijk over durven te praten, omdat zij merken hoe groot het taboe is. De meeste van hen zeggen hetzelfde. Ze voelen zich alleen. En het feit dat abortus in het wetboek van strafrecht staat, draagt bij aan dit taboe. Dus met ons burgerinitiatief roepen wij op, schrap artikel 296 en haal abortus uit het wetboek van strafrecht. Wij zijn voor. Bedankt voor uw tijd. Dank u wel. Ongelooflijk, binnen de tijd. Dat is heel, heel knap. Ja. De speech zit erop. Ah, ik kon hier eindelijk even dit doen. Wauw, ik was wel echt zenuwachtig. Ik voelde echt mijn hart zo kloppen hier in mijn keel. Het is zo belangrijk wat we hier gaan zeggen, dat we deze ruimte krijgen. Dus ik dacht echt, oké, Chief, je moet dit goed eruit laten komen. Maar volgens mij ging het goed. Heb ik niet te snel gepraat. Hebben we al onze punten kunnen maken. Ik zag knikkende gezichten. Corinne was volgens mij trots. Ja, en ik denk gewoon wel dat dit zo belangrijk is dat dit gesprek nu gevoerd wordt. Dat is toch ten dele dankzij ons, dankzij het burgerinitiatief. Dus ik ben in ieder geval heel blij met hoe dit gegaan is. Nu terug de zaal in om de rest van het debat te luisteren, want dat wordt nog niet zo mals. Voorzitter, door het strafrecht als vertrekpunt te nemen voor abortus, voor iets dat in essentie zorg is en geen misdaad, criminaliseer je de arts en de vrouw. Zonder artikel 296 zouden we dus eigenlijk zeggen dat het ongeboren leven, dat niet levensvatbaar is, geen bescherming verdient. Voor de ChristenUnie is het leven een geschenk, een kostbaar geschenk. Mijn vraag was, waar baseert mevrouw Bikker op dat er minder waarborgen zouden zijn als je het uit het strafboek haalt? Dat kan zij niet. Erkent mevrouw Bikker niet dat zolang wij abortus in het wetboek van strafrecht houden, dat wij daarmee een signaal uitgeven? Abortus is zorg en geen strafrecht. En voorzitter, ik heb me afgevraagd, wat zit er nu precies achter dit burgerinitiatief? En als ik me niet vergis, en dat hoorde ik ook in de inleiding, komt dit ook voort uit nervositeit, uit angst? Nou, dat is geen antwoord op mijn vraag.
Ja, voorzitter, ik geloof dat ik daar toch wel antwoord op gegeven. We kunnen hier gewoon gaan zitten dimdammen over wat er nou exact wel en niet wordt gezegd. En laten we het niet op de persoon doen, maar gewoon het debat op de inhoud voeren wil ik aan alle leden vragen. Ik heb al heel veel zinnige dingen gehoord van sprekers die voor mij waren. Ook wat minder zinnige dingen in mijn optiek. Dan wil de VVD nu niet de abortuswetgeving wijzigen. Is de VVD van mening, ongeacht of een abortus toegestaan is of niet, dat elke abortus een tragedie is? Ik wil geen onrecht doen aan het feit dat we gewoon een verschil van opvatting hebben. En ik ook niet denk dat we die gaan overbruggen. Het CDA is het inhoudelijk niet eens met de initiatiefnemers. Het is godloos. En dit zeg ik, voorzitter, als lid van een seculiere partij. Daarmee zijn we aan het einde gekomen aan de behandeling van het burgerinitiatief. Ik wil langs deze weg nogmaals de initiatiefnemers danken dat zij dit onderwerp op de agenda hebben gezet. Dankzij u hebben we vanmiddag dit debat gehad. Dat komt echt door uw werk. Ik wil jullie nog even bedanken. Ja, hartelijk dank. Hoi. Heel goed gedaan. Hallo. Ja, knap. Dank je. Ja. Ja, en vindt uw collega Maarten van Ooyen dat ook, staatssecretaris? Geen commentaar. Nou, maar ik hoop wel dat ze goede objectieve informatie krijgen. Maar zo waardig en zo respectvol naar elkaar is het eigenlijk nooit. Nee, klopt. En ook dat. Dat is wel fijn, hè? Ja. En ik en Mirjam hebben het zelf goed gemaakt. Wat een dag. Het debat zit erop, ja. 3 uur later. Hoe is het gegaan in jouw optie? Nou, je hebt het fantastisch gedaan. Dank je. Echt serieus. Ik bedoel, als je voor het eerst staat en dan meteen zo'n speech houdt. Het was heel vlammend en nou ja, het raakte mij enorm en volgens mij iedereen. En oké, jij gaat dus nu verder met de initiatiefwet. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dat is echt best wel een hele kluif. Dus ik ben nu bezig met juristen en met artsen en medici, maar ook met activisten om te kijken van hoe kan ik dat nou het beste doen. Ja. Dus we gaan nu schrijven aan de wet. En ik kan je wel zeggen dat nou ja, dit debat vandaag, dankzij jullie, enorm ja, ons ook weer heeft geïnspireerd om er vol mee verder te gaan. Wat goed! En is er nog iets wat wij kunnen doen of wat je als kijker kunt doen om nou, jou nog verder te steunen? Nou, houd het onderwerp gaande en brandende, zeg maar. Het is gewoon belangrijk dat mensen nu doorhebben dat dit veranderd moet worden. Ja. En dat we het gewoon on top of mind houden bij mensen. Dus het moet niet weer wegzakken. Ja. Dus We zijn er nog niet. We moeten het taboe doorbreken en we moeten abortus uit de wetboek van strafrecht halen. Punt. Zo is het. Oké, dat was dan dat. Speech is geweest, het debat is geweest. Ik vond het super bijzonder om hierbij te mogen zijn. Maar het is nog niet afgelopen, want komende dinsdag wordt er gestemd over de moties die nu zijn ingediend. Mega spannend, dus fingers crossed. En hopelijk kunnen we geschiedenis schrijven. Dus hou ook echt onze socials in de gaten. En natuurlijk duizendmaal dank aan al die 93.689 mensen die ons burgerinitiatief hebben getekend, waardoor wij hier vandaag konden staan. Dus we love you en blijf ons checken.